De elfjarige leerlinge Melissa Karasou van de Arnhemse Arnhemse Schmiedschool is de winnares geworden van een voorleeswedstrijd onder zeven basisscholen in Gelderland. Pieter Plagus sprak met haar. Je hebt de voorleeswedstrijd van Stichting Pascholen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, gewoon elke keer het boek instuderen en dan lezen. Waarom hou je van lezen? Ik vind uh, boeken um, vind ik wel leuk om te lezen. En soms zit ik ook op mijn kamer en dan lees ik gewoon continu. Het liefst lees ik gewoon de hele dag. Heb je hier ook een schoolbibliotheek? Ja, die zit hier beneden. Daar leen ik ook heel vaak boeken. Gewoon per week, gewoon vijf stuks of zo. En wat zijn jouw favoriete boeken of wat voor boeken hou je van? Ik hou heel erg van jeugdtrillers. En het liefst van de schrijfster Mel Wallace de Vries. Je hebt deze wedstrijd gewonnen. Ben je de enige die zo gretig leest? Of heb je medeleerlingen waar je mee... Ervaring kunt uitwisselen of zeggen: van, Nou, dit vond ik een leuk boek. Of heb jij dat gelezen? Um, er, is wel, er was wel een meisje, ik weet haar naam niet meer, maar ik vond haar ook wel heel goed. Dus ja, zij was goed en ik vond mezelf ook super goed. Dus. Ga je nu uh, volgend jaar weer meedoen? Nee, volgend jaar kan ik niet meedoen, want dan ben ik uh, jury en dan moet ik de wisselbeker aan iemand anders geven. Hoe vindt u het dat uw leerling deze wedstrijd heeft gewonnen? Ik ben ontzettend trots op haar dat ze de winnaar is geworden van heel Arnhem. En daar is een heel traject voor gegaan. We hebben eerst in de klas uh, wedstrijden gehouden, toen op onze school. Toen hebben we nog met andere scholen een wedstrijd gehouden. Daar werd ze ook weer gewonnen. En uiteindelijk is ze naar de finale gegaan. En daar heeft ze net fantastisch gedaan. Dus uh, heel, heel tevreden en heel uh, fijn voor haar. Dat betekent dat, dat uh, lees nog steeds. ...gedaan wordt door jongeren tegenwoordig. Terwijl mensen denken, oh, maar men zich zorgen maken van... ...de jeugd die leest niet meer. Ja, en daarom is het, blijft het heel belangrijk om veel te lezen. En gelukkig hebben wij hier de faciliteiten... ...dat we de bibliotheek beneden hebben. We lenen ook heel veel boeken. En juist daarom moeten we hier ook aan meedoen. En iedereen moest van mij ook meedoen. Ook al hoeven ze niet per se naar de finale... ...maar het is wel belangrijk dat iedereen met lezen bezig is.